Nummer 5. Met een 4-in-1 convertible design slaat Lenovo opnieuw toe op de laptopmarkt met zijn IdeaPad C340 model. Een uitstekende keuze als u op zoek bent naar een ultrabook-achtig apparaat met hoge prestaties voor een echt betaalbare prijs. De 8 GB RAM, het 14-inch multi-touch scherm en de 10e generatie Intel Core processor maken deze laptop al een optie om te overwegen, maar het is de in-plane switching technologie die hem onderscheidt door zijn meerdere kijkhoeken, zodat u geen enkel detail verliest op zijn Full HD-resolutie LED-scherm. Wat de batterijcapaciteit betreft, deze is kort in vergelijking met andere modellen, hoewel de volledige oplaadsnelheid van iets meer dan een uur heel acceptabel is. De prijs van dit artikel kan worden geraadpleegd via de link in de beschrijving. Nummer 4. Als het op veelzijdigheid aankomt, is de Lenovo Yoga 530-14 IKB Convertible een specialist. Dit apparaat is zo praktisch dat het net zo goed werkt voor werk, studie als voor het kijken van films in uw vrije tijd. Hij heeft een 14-inch Full HD scherm, een uitstekend geluidssysteem en 360 graden scharnieren. Het is een uitstekende multitasker dankzij zijn 8 GB RAM, zijn 256 GB harde schijfcapaciteit is een groot pluspunt, hoewel er ook een 512 GB versie is. De batterij heeft een autonomie van 10 uur, dus u kunt hem probleemloos overal mee naartoe nemen. Het heeft wifi en bluetooth connectiviteit, hoewel het niet de Lenovo ActivePen bevat. U vindt de productlink onderaan de videobeschrijving. Koop dit product met de link in de beschrijving. Nummer 3. De HP Notebook serie onderscheidt zich door een standaard serie met een mooi design en hoge prestaties, bijvoorbeeld de HP 15 SFQ10 nanoseconde. De high-tech functies van dit toestel nodigen u uit om elke minuut van het gebruik optimaal te benutten. Het 15,6-inch scherm heeft een anti-reflecterend paneel dat perfect is voor het bekijken van content zonder enige interferentie. Zijn 8 GB RAM wordt aangevuld door zijn 6 MB smart cache capaciteit die hem helpt een TDP-verbruik van 15 watt te handhaven. De SSD-schijf is 256 GB, het besturingssysteem is Windows 10 Home en de lithium-ion batterij met 3 cellen biedt tot 11 uur ononderbroken activiteit. In de beschrijving vindt u de link naar dit product. Nummer 2. De opvolger van de oorspronkelijke Surface Go beschikt over al zijn succesvolle functies, met toevoeging van een nieuw toetsenbord en een stylus. Het is een model dat, hoewel een beetje eenvoudig, vol zit met functies die u helpen professionele functies uit te voeren. Het heeft een 10,5-inch touchscreen met Full HD-resolutie, een dual-core Intel Pentium Gold processor en een geïntegreerde standaard waarmee het als tablet kan worden gebruikt. Met zijn RAM-geheugen van 8 GB kan hij al zijn taken op een stabiele snelheid uitvoeren. Als u geïnteresseerd bent in dit product of de prijs ervan wilt weten, klik dan op de link in de beschrijving. Nummer 1. Huawei S-MateBook D14 Convertible Laptop, die met zijn batterijduur en diverse functies speciaal is gemaakt voor studeren of werken. Dit Aziatische merk is misschien vooral bekend om zijn smartphones, maar dit model is niet anders. Het heeft een 10e generatie Intel processor, een 14-inch IPS touchscreen en 16 GB RAM, waardoor het optimale prestaties levert voor browsen, audiovisuele bewerking en programmeren. Het krachtige interne geheugen bedraagt 512 GB, en het ontwerp is uitstekend afgewerkt, hoewel dit iets meer gewicht kan toevoegen dan ideaal is voor een laptop. U vindt de link voor dit product onderaan de beschrijving.